Goedemorgen op deze maandag 10 mei. En 10 mei, dan denk je natuurlijk aan de invasie van de Duitsers in Nederland. 10 mei 1940. Maar vandaag vier ik met jullie een heugelijk feit. Een jubileum. Want het is vandaag precies de 365ste dag dat ik aaneengesloten mijn ommetjes loop. Het jaar dus rondgelopen. Nou, dat is een felicitatie waard. En als niemand dat mij geeft, nu, dan geef ik het mezelf. Tot later. Het heeft vannacht werkelijk, als ik eens even wakker was, ontzettend geregend. Dat zie je ook aan de plassen. En mijn onderbuurmeisje had het plan opgevat om een feestje te bouwen met vriendinnen. Ze trekt zich niks aan van de coronamaatregelen, want er waren er minstens 6. En ook niet op 1,5 meter. Ze zaten in het tuinhuis om een tafel. En kijk dat ze een feestje willen geven. Maar dat gegil, ik bedoel, ze zijn 18. Hallo, als ze nou 14 zijn, maar 18 en dan dat gillen. Dus moest ik met gesloten ramen slapen, dat is nooit zo prettig. Ik moet toch zeggen dat ik me sinds de Pfizer prik op 30 april, ja, misschien heb ik me te veel ingespannen, meteen die bolle wandeling van 3 uur, maar je hoort het, ik ben een beetje kortademig. Ik voel me hangerig. Vannacht en ook toen ik wakker werd, dacht ik, nou, ik heb verhoging, ik neem het maar niet op, want ik had echt zin om te lopen, dus. Amerikaanse vriendin Gail zei dat ik veel moest drinken en me rustig moest houden. Nou, dat is voor mij wel een beetje moeilijk, me rustig houden. Maar dat ga ik dan maar doen. Ik loop weer door meer en bos. En gisteren was er een verschrikkelijke klassieker Feyenoord-Ajax. Dat was het vermelden niet waard. Daar had ik me nogal op verheugd. Het werd 0-3 door 2 eigen doelpunten van Feyenoord nota bene. Nou, als Sparta het mocht halen, de play-offs, dan moeten ze tegen Feyenoord. En dat is dan natuurlijk toch altijd, ja, heel apart. Nou, ik ga maar even lopen zonder te praten. Ik denk dat ik pas vanmiddag weer bij jullie terugkom, want Meerenbosch kennen jullie nou wel. Links van me de tram. Ik hoor geen vogels. Tot vanmiddag. Gisteren op Facebook bij de wandelsite zag ik het al vol met, is dat een daslook of zoiets? Vol was het ook in Naaldwijk, daar ga ik vanmiddag dan maar eens heen. Daar schijnt het ook vol te staan. Kijk, dat was een paar dagen geleden toch nog niet? Nee. Prachtig. Nog even terug. Ik loop overigens een uur eerder dan normaal. Ik ben al om even over 7:30 gaan lopen, omdat het om 9 uur weer gaat plensen. Maar ook nu voel ik wat druppels. Het is raar weer. Warm, heel vochtig. Gisteren ook heel vochtig. Het is ook nooit goed hier, hè? Nou ja. Dit is dus niet vanmiddag. Ik ben nog steeds aan het leuterkoeken.
Andersom is het nog mooier, zeg. Ik blijf filmen. Ik kwam mijn vroegere buurvrouw tegen. Die loopt altijd op dit tijdstip met haar hondje. Kijk maar toch, het is toch één bloemenpracht. Ik heb gisteren 19 tot en met 23 april gemonteerd. En daar heb ik het ook steeds over. Groen, groener, groenst. Nou, nog even. Die gans zat van de struiken te eten. Maar hij ziet me en hij stopt. Er staan daar een stuk of 5 hondenuitlaters met elkaar te praten. En weer 2 honden die grommend op me afkomen, waarvan 1 tegen me aanspringt. Gisteren ook al. Ze moeten hun honden, weet je, ze laten hun honden gewoon, laat ik het zo zeggen, ze verwaarlozen hun honden of op hun iPhone te kijken, op hun mobiel te kijken of te kletsen met elkaar. En die honden moeten dan maar wachten, die worden agressief. Mensen die trekken zich zo weinig van hun honden aan. Ja, dat is mijn mening hoor. Ik zie het toch gebeuren. Goedemiddag op deze maandag 10 mei en ik ben not amused. Prachtig toch ook, hè? Ik ben dus not amused omdat de NOS gisteren kwam met dat geval van spotfixing. NOS kwam dus gisteren met dat geval van spotfixing. Ook met het oog op morgen had er een heel artikel, of hoe zeg je dat op de radio, een heel onderwerp aangeweid. Zendtijd aangeweid. En ik had verder nog geen sociale media bekeken, want ik voel me vandaag absoluut niet lekker. Ik slaap de hele dag en hoofdpijn. Het lijkt alsof ik koorts heb. Er komen mensen aan. Ik had dus geen sociale media gekeken, want ik voel me absoluut niet lekker. Ik slaap de hele dag. Lees ik opeens via Facebook, voetbalnieuws, Rijnmond, AD, nu.nl, de naam van Beugelsdijk. Die werd heel veel genoemd. Zijn gele kaart, zijn eerste gele kaart op het middenveld tegen PSV. En dan gaat Sparta een officiële verklaring geven dat hij het niet was. Is dat nou wel zo slim? Met andere woorden, is het nou wel of niet slim van Sparta om te zeggen hij was het niet? Iedereen neemt dat over met de foto van Tom Beugelsdijk. Mensen lezen het tegenwoordig niet meer. Ze concluderen meteen, zien zijn foto, dus hij is het. Ik vind dat de NOS nu naar buiten moet komen met de naam. Ja, het onderzoek is nog niet eens gestart. Maar ja, ik had vanmiddag eigenlijk in Naaldwijk kunnen lopen, maar ik weet niet wat ik heb, jongens. Persoonlijk denk ik dat ik een tv-scherm en dropvergiftiging heb opgelopen. Veel te veel tv gekeken, bijvoorbeeld gisteren. En halve zakken drop achter elkaar gegeten. Ik heb geen koorts.
Gewoon 39,6. Ik heb wel wat opgezette klieren. Dus het zou hooikoorts kunnen zijn, allergie. Ik ben voor voorjaarsbomen allergisch. Nou ja, alles bloeit en groeit. Dit is ook zo'n herkenningspunt altijd.